Riyad Noor Mohammed, DNA-lid van de VHP, die geeft aan in heel veel bewoordingen in feite hoe regering Boutersen-Adien het de afgelopen perioden heeft gedaan. Een cijfer 1,5, maar ook 0,5, dat is in feite wat deze regering voor geleverde prestaties in de afgelopen 4 jaren zou moeten krijgen. We voeren nu naar het vraaggesprek met VHP-parlementariër Riyad Noor Mohammed. Zodra de regering van de NDP aan de macht is, iedereen arm wordt gemaakt. Iedereen armoede ligt in pakketten. En dat kan ik staven en bewijzen. De periode 80-87 moesten we zand met suiker eten. Daarna had je de koep. Telefoonkoep, dat is een gedrag van deze politieke partij, ja, om met macht mensen naar huis te sturen. Toen was het een chaos in het land. Daarna had je de bouw van de Weidebosbrug, ook NDP-regering. Toch, toen de koers zoveel duizend was en we met zakken moesten lopen en we pinaarden in het land. En vandaag zien we weer dat de koers van 2,8 direct naar 8,5 gebracht is, zodat het volk weer in armoede belandt. Ik heb niets aan die wegen die geasfalteerd worden door de regering. Ik heb niets aan die gebouwen die opgezet worden. Ik heb niets aan die moderne ID-kaart. Het volk wil eten hebben. Het volk van Suriname wil gezondheidszorg hebben. Als u nu naar de apotheek gaat, zijn er geen medicijnen. Het is er niet. Als u onderwijs wil volgen, zijn er geen boeken voor de kinderen. Er is geen labmateriaal. Ja? Wij, het volk en de president moet weten dat wij niets van die mooie projecten willen hebben. Het volk wil een goed bestaan en goed leven hebben. Mensen krijgen toch pakketten? Ook het volk moet ook duidelijk begrijpen dat aardappel eten, wij niet daarmee gaan een land ontwikkelen. Ja? De pakkettenprogramma van de regering is puur om het volk arm en dom te houden. Dat was in 80-87 ook het geval. Andere dictators gebruiken dat ook. En dat is de ideologie van deze partij. De ideologie van deze partij is om het volk direct arm te maken, zodat ze controle hebben over het volk. Denkt u dat, hebt u ooit de regering horen zeggen hoe ze onderwijs gaan ontwikkelen, hoe ze gezondheidszorg duurzaam gaan ontwikkelen? Ja, op dit moment zijn er geen medicijnen in het hospitaal en in de polykliniek voor speciale gevallen. Dat kan ik zeggen. Ja, onderwijs zit in grote problemen. Heb je ooit de regering hierover horen praten? Toch, maar wat ze wel goed kunnen doen, en dat organiseren ze heel goed, overal in arme buurten een zak aardappelen en uien te geven. En de ogen van het volk gaat langzaam open. Ik ben in het veld vanaf Albina tot Sipaliwini tot Nikeri. Paramaribo, Waringa. De mensen hebben geen werk. Jongeren hebben geen werk. Toch, jongeren willen een werk hebben. Ze willen niet elke dag aardappelen en uien eten. Ze willen zelf bepalen wat ze willen eten. Dat is de misleiding en een grote bedrog van deze regering. De president met zijn coalitie en de NDP mag met alle projecten komen. Ze mogen doen wat ze willen. Het volk leeft in armoede. En als de regering mij hier komt vertellen, wij gaan het armoedevraagstuk oplossen, dan ben ik blij. Maar dat is in 10 jaar nooit gezegd. U hebt laatst gehoord, de president komt met zijn mond zeggen, hij gaat de koers omlaag brengen. Toch? Een koers breng je niet met je mond omlaag. Ja, een koers breng je omlaag door de productie te stimuleren, door de corruptie stop te zetten. Tot vandaag heeft deze regering geen 0% geld uit corruptie teruggebracht. Geen één persoon is voor het gerecht gedaagd. Hebt u gehoord dat in de 10 jaar 1 persoon in de gevangenis is opgeroepen? Bij de VHP-regering was dat wel gebeurd. Dat is het grote verschil. De VHP-regering had wel gekozen om het armoedevraagstuk die deze regering constant veroorzaakt op te lossen. We hebben de koers terug naar 2,8 gebracht. Ja? En u ziet het resultaat. Gaat u kijken naar alle leuke, geweldige projecten. En kijkt u zelf wat het resultaat is van dit soort geweldige projecten waarmee men probeert het volk te misleiden. Maar we zien dat delen van het volk toch nog steeds geloofd heeft in deze regering. Dat mag, dat is hun recht. Maar het volk moet wel snappen dat als de regering een nieuwe weg bouwt, of een mooi gebouw maakt, of een mooie ID-kaart maakt, mooi ding, dat u wel arm bent geworden. En dat u arm gaat blijven bij deze regering. Hoe komt het dat velen dat niet inzien? Kennelijk komt dat één, doordat men
dictators wil geloven. Overal in de wereld heeft het volk dictators geloofd. En er moet een einde aan komen. We moeten als volk dat niet accepteren. Je weet, toen Hitler er was en mensen massaal ging vermoorden daar in Kassa. Het volk bleef stil. Men accepteerde dat het morgen hun beurt is om dood te gaan. En men liep netjes in de rij om dood te gaan. Dat is de situatie hier. Stemvee, het volk moet dat niet accepteren. De kracht en de macht ligt bij het volk. Ja? Gaat u voor een regering en de bewijzen zijn daar. Ik vertel geen onwaarheden. De bewijzen zijn er. Wanneer deze regering aan de macht is, hebben we gezien wat er gebeurd is in dit land. Toch? En er wordt misschien wel een brug gebouwd, maar we zijn arm, de facto arm gebleven. Toch? Daar is waar het volk naartoe moet kijken. U bent op dit moment arm, de koers is 8,5. Alle producten in de supermarkt zijn onbetaalbaar. En er zijn geen medicijnen en onderwijs. U kunt uw kind naar de lagere school sturen, maar daar dan niet meer, want deze regering die inschrijfgelden verhoogt. Voor de universiteit, voor IOL, betaalt u 2000 SRD. Niet goedkoper. Dat heeft de regering met u gedaan. Het volk moet inzien hoe zij systematisch arm zijn gemaakt en arm gehouden gaan blijven. Dat is wat deze regering heeft gedaan. En daaruit moet overlost worden. En daarom is de VHP, ik ben DNA-lid van de VHP, het volk roep ik op. Om massaal te zeggen dat we Suriname gaan redden van die hogere koersstijging. Dat we Suriname gaan redden van de werkloosheid. Dat we ervoor gaan zorgen dat er weer medicijnen zijn. Ja, dat we ervoor gaan zorgen dat mijn kinderen ook tot de universiteit kunnen gaan. Niet tot de lagere school alleen. Maar hoe gaan jullie dat kunnen doen? Nou, de VHP heeft in het verleden het al bewezen. Wij hebben de koers en de schuldenlast omlaag gebracht. Ja, dat is het harde bewijs. Heeft VHP een toverstok? VHP heeft geen toverstok. Wij gebruiken niet die toverstok. Wij gebruiken niet wat deze regering gebruikt. Met de mond praten, toveren, toch? Pakketten uitdelen, aardappelen uit. Dat doen we dus niet. Wij gebruiken kennis, deskundigheid en hard werken. Maar we zitten nu in een situatie dat iedereen in Suriname, iedereen, de VHP gaat moeten helpen. Als u wil luisteren naar de mooie praatjes van deze regering, dan is het uw keus. Maar dan moet u wel weten dat u verder gaat pinaren en armer gaat worden. U hebt het in Venezuela gezien. We hebben het in alle dictatorlanden gezien. Toch? In Nieuw-Guinea, in Zimbabwe, dictators. Men bleef maar stemmen op dictator. Uiteindelijk is men zo arm geworden dat men niet eens een mier kan vinden op straat om te eten. En daarom helpt de VHP iedereen in Suriname. Vanaf Albina tot Nikeri, tot Saramaka, tot Wanica, Paramar, alle districten, om hen wijs te maken wat deze regering doet en waarom je moet zeggen, ik accepteer dit niet meer. Toch? Hebt u iets gehoord dat de regering alle corruptiegeld heeft teruggehaald? Meer dan 3 miljard, miljarden US dollars. In de periode van de Wijnenbosch-regering, de jaren 1996, weet u wat de staatsschuld was geworden? Het was 96 miljard, bijna 1 miljard geworden SRD. Niemand weet dat. Ja, het rapport is daar. Hoeveel schulden men toen heeft gemaakt. Deze regering, de NDP, met haar coalitie, heeft als ideologie niet denken aan de arme man. Hebben ze dat ooit gedaan? Nee. Ze hebben de arme man het volk armer gemaakt. En u zegt het al, het volk moet iets anders, maar wanneer jullie naar de wijken trekken, wanneer jullie naar de buurten gaan, heer Noor Mohammed, luisteren mensen wel naar jullie? Mijn ervaring is dat alle mensen vrij open staan en verandering willen. Dat zeggen ze zelf. En de VHP geeft hun aan wat de veranderingsmogelijkheden zijn, maar de VHP zegt ook dat als u verandering wil hebben, als je beter onderwijs wil hebben, een goede gezondheidszorg, als je betaalbare producten in de supermarkt moet hebben. We weten dat deze regering melkpoeder heeft afgeschaft. We weten dat deze regering onderwijsgeld heeft verhoogd. Dus die kunnen de gezondheidszorg aan zijn lot overlaat. Toch? Het volk is aan zijn lot overgelaten. Als je die verandering wil, dan moet je opkomen voor een partij die dat ook heeft bewezen in het verleden. Overal waar we gaan, zijn de mensen vrij meegaan. Wij gaan ze helpen over die barrière. Want we weten dat ze ook bedreigd worden. Dat weten we. Straks is het 4 jaar. Op 25 mei is het precies 4 jaar, heer Noor Mohammed, dat ze mandaat hebben gehad van het volk. U hebt daar een aantal punten aangehaald. Hoe deze regering heeft geregeerd. Als u dat zou moeten staven middels een score, wat zou u ze geven? De score is per definitie onvoldoende. Omdat, en ik ga dat aangeven, omdat er natuurlijk goede ideeën zijn gekomen.
maar de burger is arm gebleven. Wat kreeg je? Je kreeg dat de kloof tussen arm en rijk zo groot geworden is. Dat is in Latijns-Amerika, Zuid-Amerika ook gebeurd. Toch? En daarvoor, als dat gebeurt, als de bevolking arm is, de corruptie stijgt, drugscriminaliteit stijgt, de veiligheid, burgers kunnen niet meer veilig leven. Ik heb niets aan een salaris van 1 miljoen. Dan krijg je van mij als regering of als beleid, en dat geldt voor elk instituut hoor. Als je morgen een rapport brengt waar ik ditzelfde herken, krijg je van mij gewoon een 1.0. Omdat veiligheid, gezondheidszorg, onderwijs zijn basisdingen van een burger. Net wat ik zei, ik heb niets aan een mooie asfaltweg. Ik heb er niets aan. Ik kan die weg niet eten. Burgers willen gezond voedsel. Ze willen geen aardappelen en uien uit corruptiegeld. Dat willen ze niet. Op dit beleid heeft het volk verziekt. Heeft het volk bedreigd. Dat is het beleid van deze regering. U ziet het. Omkoperij. Geen normen, geen ethiek. U ziet het gedrag. Reshuffling van ministers. Men accepteert alles. Het lijkt normaal. Er komt een minister die 10 keer geschopt is van links naar rechts. Die gekropen heeft op vloeren. En wordt minister. Hoe moet je naar zulke mensen kijken? Dat is verval van de samenleving. En verval krijgt bij mij een 1.0. Een 1.0 is nog te hoog, want je mag ook scoren met 0.5. Ik wil hierin ook dat gelijk meenemen. 4 jaar het parlement. 4 jaar parlement is een andere situatie, omdat het parlement maakt in eerste instantie wetten en keurt begrotingen goed. En zeker wij van de oppositie van de VAP hebben ons werk zoveel als mogelijk proberen te doen. Ik had natuurlijk gehoopt dat wij veel meer met initiatiefwetten konden komen om beleid te wijzigen. Maar een groot probleem blijft in het parlement dat de overlopers de coalitie steunen. En de overlopers ook helpen alles goed te praten. Waardoor de coalitie zeker is dat alles goedgekeurd wordt. De coalitie geldt in het parlement, hoe goed alles is. Of hoe slecht alles is. Maar wanneer het puntje bij paaltje komt, dan zijn ze gedwongen voor te stemmen. Neem de begroting 2019. Dat een disaster is voor Suriname. Niet nu, voor de toekomst. Niet voor de mensen nu, maar voor de toekomst. Dat moet je afkeuren. Dat moet je gewoon afkeuren. Is een disaster. En dit is de situatie wat betreft het parlement. En er is een tweede zaak dat nu speelt in het parlement. Voor mij, dat is dat de normen en waarden totaal verloren zijn. Men accepteert ook alles in het parlement. Kun je dat staven, met dat zo'n voorbeeld? Nou, gewoon bijvoorbeeld, men accepteert dat deze regering honderden ministers heeft gereshuffeld. In feite zou de coalitie moeten zeggen, ik dien een motie in en ik stuur de president naar huis, want dit kan niet. Ik zou dat direct ondersteunen. Weet je? We praten tot iedereen die maar benoemd wordt. Ik bedoel, en dat heeft te maken met normen en waarden. Wat accepteer je als norm, als standaard? Ja? Ook bijvoorbeeld, laat me een ander voorbeeld geven, de verhoging van rijvoertuigen. Terwijl men niet pleit om corruptiegeld binnen te brengen, gaat men verhogingen doen. Dat is niet eerlijk, dat is niet realistisch. Snap je? En dat is de kritische houding van de coalitie. En dat krijg je. Weet je wat de oorzaak is? Dat krijg je wanneer je mensen hebt in de coalitie of in het parlement die geen ervaring hebben. U weet, de strategie van deze partij is geweest om jongeren te zetten. Die hebben geen ervaring. Die hebben nog nooit gewerkt. Die kunnen geen mening van. Dus die gaan alles doen wat je ze zegt. Toch? En dat is het gevaar om mensen te plaatsen zonder ervaring. Die niet eens iets kunnen lezen. Die gaan altijd meestemmen. Toch? En dat is de controle die de regering, die partij heeft.